Erik van Looy, een van onze grootste supporters. Jij ja, bent ook... 1,76 meter, maar voor de rest... Ja. Jij bent ook... Ik ben een groei, dat wel. Ja. Jij bent ook komen kijken naar de eerste training van Antwerpen. Wat zijn jouw eerste indrukken? Ja, ik vind dat er zeer snedig getraind wordt. Ik had dat interview met Jimmy Floyd Hasselbank gezien op jullie zender, denk ik. En hij was toen zo nog wat verlegen. Ik vond dat hij nog wat zocht zo. Waar ik herken, want als ik regisseer en als ik filmregisseur, dan heb ik het ook altijd. Maar als hij hier op het veld staat, roepen, tieren en heel goed weten wat hij wil. Dus ik heb het gevoel dat er zeer pittig en zeer stevig getraind wordt. En ja, ik heb zo het gevoel dat er... er is elk jaar hoop natuurlijk, maar nu zo net iets meer dan anders. Dus ik ben heel blij. En voor de rest, ja, komt altijd de eerste training, kom ik altijd wel eens graag zien, omdat je zo denkt van misschien zijn ze niet met genoegen en misschien zeggen ze kun je niet meedoen. Maar... Carrièrewending voor Erik van Looy. Ja, maar ze zijn duidelijk met heel veel. Dus nu zien ze wel, ze vertrekken nu, hè, maar dat miste nu. Hè. Ik bedoel, we zullen zien waar het wordt, maar ik heb het gevoel dat er toch weer behoorlijk wat vuur brandt in de ploeg en dan blijft het altijd hoopvol. Afgelopen twee seizoenen 2 keer op de 10e plaats geëindigd. Dat is niet wat wij allemaal van Antwerpen hopen of verwachten, denk ik. Hè? Nee, ik denk ook niet van die ploeg nu meteen te veel mag verwachten. Ik denk niet dat je mag verwachten dat die meteen kampioen spelen. Vooral omdat er door andere ploegen in tweede klasse ook enorm veel inspanningen worden geleverd. Dat de concurrentie daar zeer groot is, voor zover ik er zicht op heb. Maar wat je toch wel denkt, is dat ze moeten toch terug meespelen voor een prijs. Je moet toch minstens die eindronde terughalen. En ik denk, met de spelers die erbij gekomen zijn, dat wel moet kunnen lukken. Je weet het nooit, het kan alle richtingen uit, maar ik denk dat er bij heel veel mensen, supporters niet in het minst, toch heel veel enthousiasme is. En ook en dat ze een aantal goede mensen bij elkaar hebben gebracht. En de invloed, waar dat Saïf Roubi dan inbrengt en zo, lijkt me ook niet onbelangrijk. De ploeg heeft altijd geleefd en zal altijd blijven leven, maar leeft nu weer net iets meer dan andere jaren, heb ik de indruk. Maar we zullen zien of dat op het veld ook geconcretiseerd wordt. Op het veld, vorige maand speel jij ook op het veld in de Bosuil. Wembley, 20 jaar geleden was je er niet bij en nu dan weer wel. Ik vind het altijd prachtig, die gala. Enfin, ik vind het wel prachtig dat ze mij dan uitnodigen. Ik heb een altijd gevoel van, verdien ik dit wel van op die grasmat te staan? Nee, natuurlijk, want ik shot niet goed genoeg. Maar het vreemde was, vond ik, dat ik... Enfin, nu ben ik zeer hoovaardig, wat ik in principe niet ben. Maar ik vond mezelf niet de slechtste van het plein. Ik vond dat er mannen bij waren die zelfs die Wembley-finale gespeeld hebben, die al meer verouderd waren dan ik. Dus, het kan om mij liggen. Hè, maar ik heb ook een huizenhoge kans gemist, die ik gelukkig nog nergens op tv, zelfs niet op RAFC-tv, heb teruggezien. Nee, ik vond het heel plezant. Maar je denkt dan altijd van misschien zwaai je achteraf met een contract. Ja. Is niet gebeurd. Maar misschien dat Jimmy Floyd Hasselbank me nog ontdekt, ik weet het niet. Maar nee, ik vond het heel plezant. Ik vond het een heel leuke sfeer. We zullen hem subiet een keer vragen of hij nog een plaatje over heeft. En dan zien we elkaar terug op het trainingsveld. Hè? Ik zal nu maar al gaan lopen dan. Ja. Bedankt Erik en succes. Hoe is het met je filmcarrière? Ik heb net een scenario afgewerkt voor een volgende film, de premier. Maar ik werk zeer geduldig. Ik moet ook tijd hebben om naar de training te komen zien. En zo. Dus ik moet niet te veel. Ik maak maar om de zoveel jaar een film. En ik maak maar één tv-programma per jaar. Omdat ik dit soort dingen ook, mijn leeftijd, vind ik ook plezant. Van. Ik heb ook stil aan de leeftijd om hier elke dag te komen staan. Enfin, ik ben nu 51, laat staan. Binnen een jaar of 10, 15 wil ik hier toch elke dag mee komen staan. En dan zullen jullie er ook nog wel staan. Zeggen. Enfin, jij bent nog jong, je zult misschien nog moeten werken. Ik zal misschien ook nog moeten werken. Dan denk ik van de volgende films. Even. Allerlaatste vraagje. Wanneer mogen we de Amerikaanse Loft in de cinema verwachten? Dat mag ik net nog niet bekendmaken, maar dat zo deze week of volgende week wordt die datum eindelijk bekendgemaakt. Het wordt een goede datum en het wordt Universal, grote firma. Dus ik ben heel blij. Maar het wordt tijd dat ik de film aan de mensen kan laten zien. Hè. Succes, bedankt.